Hey jij daar, hoe is jouw telefoongebruik in de klas? Ik heb namelijk best vaak dat ik ben afgeleid door een momentje dat ik een WhatsApp binnenkrijg of een FaceTime berichtje zie of een mailtje en dan pak ik toch weer die telefoon. Even voor de helderheid, ik zeg daar verder niks over, want iedereen is daardoor afgeleid. Maar ik wil je vandaag vooral een aantal tips geven hoe je hier op een goede manier mee om kunt gaan. Tip 1. Zet je pop-up melding uit door je slaapstand te activeren. Tip 2. Doe je telefoon in de tas, waardoor je minder snel bent afgeleid. Tip 3. Maak een afspraak met jezelf wanneer jij weer een moment pakt om je telefoon te checken. Dankjewel voor het kijken en ik hoop dat jij op deze manier meer focus in de les kunt krijgen.